Wie ben je en wat doe je? Ah, Tim, ik ben Michael Verhoeven. Ik onderhoud kunstgrasvelden in heel Dordt. In heel Dordt? Heel Dordt. En hoeveel zijn dat er ongeveer? Houdt op 15. Met korfbalvelden erbij. Wauw. En is het dan echt iets wat ook echt een opkomst is en zo? Nog steeds? Ja, er komen er alleen maar meer bij. Okay. Ja, dus volgend jaar komen er gewoon weer 2 velden bij. En dit is de laatste nieuwe waar we nou op staan. Want ze willen toch weer gaan inzetten op echt gras of zo, hoor ik. Kijk, de jongens van mijn leeftijd en van jouw leeftijd willen alleen maar echt gras. Ja. Maar de jeugd van 8 tot en met 18 willen alleen maar dit. Die vinden dit fijn? Die vinden dit fijn en die zweren hierop. Inclusief de brandwonden. Brandwonden en al. Ja. En hoe ben je in het kunstgraswereldje terechtgekomen? Nou, de opzichter van de gemeente Dordt, die kon ik door middel van mijn oude werk, want ik heb altijd in het asfalt gezeten. Hij zegt, er komt een vacature vrij. Ja. Lijkt het jou wat? Dus toen ben ik in die mode gekomen. Ja. Ja, 2 gesprekken gehad en toen ben ik aangenomen. En is het ook mogelijk om bijvoorbeeld, hè, jij bent erin gerold, maar kun je het ook via een opleiding? Ja, want ik heb hier een opleiding voor gevolgd. Okay. Toen was ik al in dienst. Okay. Toen ben ik 8 weken lang naar Arnhem geweest. Ja, en dan word je helemaal... Ja, bijgespijkerd. Hoe vaak moet je kalken eigenlijk bij zo'n... Nee, dat hoeft niet. Nooit. Dit is gewoon vaste lijn. Het is gewoon een kleur. Dit is gewoon een vaste lijn. Hier hoef je nooit meer wat aan te doen. En wat vind je zo leuk op kunstgras? Het is een vrij leven. Ja. Ik ben overal, elke dag ben ik ergens anders. Ik kom maandag op mijn werk. Ja. En dan begin ik bij wijze van spreken op dit veld. Ja. En ik eindig vrijdag op een ander veld. En hoe lang doe je over een veld zeg maar, weer fris krijgen? Een uurtje of 2. En dan moeten er geen schades zijn. Want nadat ik naar oud en nieuw heb je natuurlijk ook brandschades. Maar wat maak je dan precies schoon? Nou, eigenlijk maak je niks schoon. Je houdt het veld in beweging. Ja. Dus, want als je zeg maar, bijvoorbeeld een half jaar niet op het veld komt, of na 2 maanden groeit er gewoon ook door kunstgras onkruid uit. Ja, ja. Want onkruid komt natuurlijk ook van boven. Ja. Ja, dus je moet het gewoon eigenlijk een soort kammen. Dat is die borstel. Oké, grappig, dat wist ik nog niet. Wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Wiebe Zijlstra en ik ben verantwoordelijk voor de publieksaccommodaties van de gemeente Dordrecht. En als je daarover spreekt, over welke hebben we het dan? Allemaal of meerdere? Over eigenlijk alle gemeentelijke accommodaties. Hoe bent u gekomen waar u bent? Oh, ik ben begonnen als 16-jarig in een autobedrijf, als monteur. Okay. En daar heb ik mijn mbo-opleiding gedaan. Toen heb ik na het mbo heb ik het hbo kunnen doen. En daarna de TU in Delft. Ja. En toen ben ik wat opgeschoven naar de gemeentepolitiek. En toen ben ik bij een gemeente aan het werk gegaan. En als we nu kijken naar al die bedrijven waar u het over heeft. Daar gaan natuurlijk ook mensen uiteindelijk werken. Daarvoor is ook scholing. Klopt. Als u nou kijkt naar wie daar allemaal komen werken, wat valt u dan het meest op? Nou, als ik kijk naar bijvoorbeeld het sportbedrijf, daar werken heel veel gepassioneerde collega's, maar die werken er al heel lang. Ja. Die zijn hier jong komen werken. Ik heb al verschillende 40-jarige jubilea achter de rug met deze mensen. Ja. En ja, wij hebben nu echt dringend behoefte aan een stuk verjonging. Ja. Dus ja, daarom richten we ons ook echt op de jonge mbo-schoolverlaters. Ja. Omdat daar een fantastische toekomst in het verschiet ligt in het werken bij de gemeente. Zeker, want als je naar de gemeente kijkt, het is natuurlijk zo breed. Klopt. Wat je allemaal kan doen, je kan het bijna niet duiden. Nee. Maar als we dat toch zouden proberen te doen... Mensen denken natuurlijk al snel, ook dan word je ambtenaar en dan zit je de hele dag uit het raam te kijken. Nou, niets is minder waar, dat gaan mijn collega's jullie ook vertellen. En is het mooi dat je met je werk kan bijdragen aan de voorzieningen van de inwoners van deze stad. Als je kijkt naar de jongeren, zal ik ze zo even noemen, die er nu al werken, wat voor geluiden hoor je dan? Nou, dat ze echt verrast zijn over hoeveel verschillende werkzaamheden er binnen een gemeente allemaal plaatsvinden. Ja. Ik heb collega's in het museum, die restaureren schilderijen. Ja, ik heb collega's die doen het onderhoud van de gymzaal. Maar ik heb ook collega's die een parkeermeter repareren. Ja. Het is ontzettend divers. Waar je in de markt eigenlijk allemaal verschillende gespecialiseerde bedrijven hebt, zit dat bij de gemeente echt allemaal in één organisatie. Ja. Nou, ik kreeg bijna zin om te gaan kijken of er iets tussen zit voor mij. Binnen cultuur is natuurlijk ook heel veel te doen, lijkt mij. Ja, ja, dat gaat natuurlijk nu is wel iets moeilijkere tijd. Is daar nog beweging te zien? Nou, wat wij zien, we staan hier natuurlijk op een sportpark. Ja. Dat mensen ook echt gestimuleerd worden om in beweging te komen. Omdat dat gewoon echt goed voor je is. Ja. En dan zijn we echt als gemeente aan het nadenken hoe we onze sportparken voor meer dan alleen de verenigingen open kunnen stellen. En hoe communiceren jullie dat? Ja, daar heb ik mijn collega's voor die weer goed zijn in communicatie. Dat is ook weer echt een... Kun je ook weer gaan werken? Daar kan je ook inderdaad gaan werken. Je kan alle kanten op, oké. Ja. Nou, leuk. Wij zorgen voor een plek voor alle Dordtenaren. En of dat nu gaat om een plek om je auto te parkeren of om te sporten. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een plek om mensen de laatste rustplaats te geven. Hè. Ik ben ook verantwoordelijk voor Eshof. Ja.
Ja, en dat is een niet alledaagse plek, maar het is wel ontzettend mooi dat je ook voor de, families en nabestaanden ook een waardige laatste rustplaats kunt bieden. Ja, het lijkt me wel interessant om daar eens te gaan kijken. Dat is het zeker. En dan laten de collega's je echt graag zien hoe zij met hun vak bezig zijn. Laten we daar eens gaan kijken. Prima. Volg mij. Dus dit is eigenlijk de laatste stop? Dit is de laatste stop. Mensen kiezen ervoor of begraven te worden of gecremeerd te worden. Kies je ervoor om gecremeerd te worden, kom je oven natuurlijk met de oven uit. Mm-hmm. Ik bedien de oven. De persoon wordt binnengebracht bij mij, met of zonder familie. Is de familie erbij, dan helpen ze mij, dan doen we het samen. Dan geef je de familie nog het laatste keer het aandeel in het proces, waarbij het voor hun makkelijker is om af te sluiten. Ja. Als je wilt, kan ik je alles laten zien wat je wilt zien. Ja, laat me zien, ik ben benieuwd. Hoe warm is het eigenlijk? Het is nu 135 graden. Ja. De oven staat nu ook uit. Er ligt niemand in, hij is hartstikke schoon. Staat de oven aan, dan zal de temperatuur oplopen tot 800, 900 graden. En met een intensief gebruik zal die op kunnen lopen tot 1100 graden. Ja, ja. Okay. Als ik het scherm ga bedienen, dan zie je onder de bodem zie je een vierkantje. Die komt eruit. Noemen wij de invoersleden. Ja. Die rolt langzaam uit, die stopt en die zal een klein stukje omhoog komen. Dit is een speciale oven, lijkt mij. Dit is een speciale oven, dat klopt. Oké, okay, dus het is geen oven die je thuis hebt? Deze is volledig gebouwd van stenen met afvoerkanalen erin, maar ook een aansturingskanaal voor hitte in de vorm van vuur. Terug op de slede. Dit is de invoersslede. Dit is de opzethoogte, hoe wij hem noemen. Je ziet overal balletjes. Ja. Die heb je ook nodig om de kist te kunnen vervoeren naar binnen. En ik ga het startsein geven. Als die al op temperatuur is, dan kun je niet zo dichtbij staan, toch? Nee. Wij zijn erop getraind. We hebben speciale beschermingsmiddelen die wij, als de oven echt heet is, aantrekken en ook aan moeten hebben. Aan het eind van de middag, als alle crematie op hebt zitten, is de oven al 600 graden. Ja. Maar het is best wel een intiem moment hier wat je deelt met die mensen. Klopt. En zeker ook, dat was een goede vraag, want als de oven open is, is de familie geneigd om mee te lopen. Oh ja. En dat mag natuurlijk niet. Nee, dat is gevaarlijk. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de nabestaanden. En dat zijn dan dingen die je af en toe ook aankaart, van hou blijf staan, want dat doen mensen automatisch. Nu is het met corona makkelijk, 1,5 meter. Zeker. Maar ik moet het zie je nadrukkelijk vertellen. Ja. En vervolgens is er as. Klopt. En waar is dat dan? Dan gaan we naar achteren. Oké. Okay. En hier komen ze dan uit als as? Hier komen ze uit als as. Ja. Dan hebben we onze werkbank, daar lopen we naartoe. En dan hebben we hier de resten die overblijven naar een crematie. Oh ja. Je ziet dat het niet allemaal bot is. Nee. En er zitten ook metalen tussen, die we hier zien. Oh ja, die komen er dan mee uit. Die halen we eruit met een magneet om de as schoon te maken. Ja. Verder halen we het steentje eruit, wat we vooraf hebben meegegeven aan de crematie, dat we altijd weten over wie het gaat. Ja, ja, ja. En deze steen gaat later weer mee naar de familie. Ja. En ik zie daar nog een emmertje staan. Dit zijn alle overblijfselen naar een crematie. Brillen blijven intact, glas smelt niet, glas vervormt, dat halen we eruit. Aardewerk smelt niet, dat halen we ook eruit om de as echt schoon te krijgen. En wendt dit proces voor jou of is het elke keer weer anders? Elke dag is een uitdaging. Het werk is heel bijzonder. Ja. Het kan heel mooi zijn, het kan ook heel verdrietig zijn. We hebben te maken met kleine kinderen, met vrienden, met familie, maar ook met hele onbekenden. En alles moet je een eigen plek kunnen geven. Ja, lijkt me wel bizar. En qua opleiding, hoe werkt zoiets? Ik heb een hele niet crematie achtergrond. Nee. Ik ben hier eigenlijk ingerold. En dat is me zo goed bevallen dat ik eigenlijk niet meer ben weggegaan. Nee, nee. Hoe lang werk je hier nu al? Ik zit hier nu 2 jaar. 2 jaar, oké. Nou, het is wel heel bijzonder werk, denk ik. Het is heel bijzonder werk. Ja, dat is niet te vergelijken met iets anders. Het is geen kantoorbaan. Als je er nu bent, dan... Ja, het is toch een beetje... Ja. Het is toch wel bijzonder of zo ergens. Ja.
Ja. Eigenlijk moeten we thuis komen en alles weer vergeten zijn. Ja, dat is wel de bedoeling. Dan beginnen we morgen weer opnieuw. Zo is het. Dat is wel bizar, hè? Nou, we zijn hier aangekomen bij mijn collega's. Ja. Zoals jullie hebben gehoord is dit een crematorium en begraafplaats. En we zijn nu op de begraafplaats bij de jongens van de buitendienst. Dus want zij onderhouden alles? En... Ze onderhouden alle graven. Ze zorgen dat onkruid weg is, dat het gras gemaaid is, dat de graven er goed bij staan. Ja. Geen bladeren op de graven. En ze onderhouden ook de begrafenissen zelf. Ja, oké. Okay. En zit daar de kist in? Nee, er zit geen kist in. Dit is de bekisting die rondom de kist zit. En dat is er puur voor dat de aarde rondom de kist niet in kan storten. Je wilt natuurlijk gewoon rustig de kist kunnen plaatsen op het graf, met of zonder familie. Ja. En dan wil je wel veilig kunnen staan en ook veilig kunnen werken. En deze bekisting houdt gewoon alles netjes op zijn plek. En ze gaan ook heel secuur te werk, hè? Ze gaan heel secuur te werk. Alles is getraind, ze zijn hier volledig voor opgeleid. En welke opleiding is dat dan? Deze jongens van buiten hebben allemaal een groenopleiding. En daarbij worden ze intern ook opgeleid als volwaardig grafdelver. Ja, ja. Een grafdelver houdt echt in dat je vakkundig een graf kan graven en ook dicht kan maken. Ja. Volgens alle veiligheidsregels. Ja. Jeffrey, bedankt voor de informatie. Alsjeblieft. Dat is natuurlijk een redelijk zwaar onderwerp, maar toch heel leerzaam. En leuk, ook wel om te zien een keer. Bijzonder. Bijzonder, nou, dat is het goede woord. Werk ze nog. Dankjewel. Tim, welkom op het stadskantoor van de gemeente Dordrecht. Volgens mij is het meer dan een jaar geleden dat ik je voor het laatst gezien heb. Dat was toen bij de eerste filmopname in de duurzaamheidsfabriek. Zo, dat klopt. Ja. Dat is alweer 14 bedrijven geleden ongeveer. Want vanaf dat moment zijn we een jaar lang bezig geweest om plekken te bezoeken. Vind je het goed trouwens als ik mijn mondkapje afzet? Als jij je mondkapje afdoet, dan vind ik het prima. Dan doe ik hem ook af. Ja? Ja, praat het makkelijker natuurlijk. Kijk eens, het geluid is heel goed. Dat praat inderdaad iets beter, ja. Wat heb je geleerd in de Drechtse? Wat vond je eigenlijk het leukste beroep wat je gezien hebt? Nou, het leukste beroep... Ik vond in de zorg en welzijn vond ik gewoon indrukwekkend. In de zin van hoe die met mensen omgaan. In de zorg eigenlijk. Maar wat ik het leukst vond om te zien waren twee dames die op de Da Vinci College zaten. En die waren daar aan het lassen. Ik weet niet zo goed meer hoe die opleiding heet, maar dat vond ik heel interessant om te zien. Omdat je toch al weinig dames ziet, zeg maar, in die hoek. En ze waren ook relatief jong nog natuurlijk. En ze hadden ook echt grote plannen om door te stromen. Dat vond ik heel leuk om te horen. En ze waren gewoon oprecht enthousiast. Dat vond ik heel leuk om te zien. Dat was voor mij de dag dat jij er ook was. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja, dat is een tijd geleden, maar daarom zeg ik, het zijn zoveel opnames geweest bij verschillende bedrijven. Ja. En ik ben benieuwd waar je vandaag bent geweest. Dat vond ik op zich, ik heb er wel iets over gehoord, maar... Ja, vandaag was wel een bijzondere dag, zeg maar. Ik ben op een sportcentrum geweest en we zijn naar... Ja, er worden ook mensen gecremeerd. Het is een plek waar mensen worden begraven, een begraafplaats. En dat was wel bijzonder om te zien. En ook daarin is er al heel veel te doen. Je kan gewoon werken in de groenvoorziening daar, op de locatie, maar ook de mensen begeleiden bij iemand die sterft en zo. Kijk, natuurlijk worden dit grappige filmpjes en was het daar ook gezellig ergens. Alleen, ja, je krijgt wel een kijkje, een hele intieme kijk in hoe mensen worden begeleid naar de dood. Na hun doodval. Dat was wel interessant. We zoeken de jongeren die nog aan de slag gaan, maar dan zie je zelfs dat daar jongeren gezocht worden om daar aan het werk te gaan. Ja, zeker. Want kijk, het is natuurlijk gewoon heel divers werk. En het is echt niet wat mensen altijd denken. Weet je, ze hebben altijd een beetje een raar beeld bij. En ik denk dat door deze filmpjes wel mensen in ieder geval een andere kijk erop krijgen. En dat is denk ik heel goed. En ja, daar zoeken ze jongeren. Dus dan is het ook van belang dat jongeren gaan kijken naar andere sectoren om aan de slag te gaan. Ja, en er is gewoon zoveel. Kijk, ook binnen de creatieve sector. Je kan ook in de ICT alle kanten op. En ik bedoel, dat is gewoon heel leuk om te zien. En ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden. Nou ja, dit zijn de laatste opnames dan. Maar ja, dat is nog niet dat het baas over je eigen toekomst afgelopen is. We gaan de komende 3 jaar... hebben we vanuit de samenwerking hier in de Drechtsteden de regio-deal gekregen. En de komende 3 jaar gaan we 500 leerwerktrajecten uitvoeren hier. 500? Ja. Dat is niet echt goed. Op het moment dat je nu ergens in de sector zit waar je denkt, goh, ik zou graag een switch willen maken,
de kansen zijn er en we hebben de mensen hier nodig. Ja, echt een goed idee lijkt me om daar gewoon constant aandacht aan te blijven geven. En ben je nou geïnteresseerd in iets wat je voorbij hebt zien komen? Ga even naar de site en misschien ben jij wel aan de beurt dan. En ben je baas over je eigen toekomst. En dan met onze sleutelhanger dat je zelf... Hebben die er nog niet gehad, die sleutelhanger? Nee. Nou, dan zal ik zo meteen je even een sleutelhanger geven, maar dan... Geef maar. Komt ie. Ik heb hem. Dat is een collectors item hè, hier in de Drechtstede. Oh ja? Ja, dus dat is... Baas, hashtag baas. Steek in mijn zak. Dankjewel. Was het? Oké, inderdaad. Heel erg leuk om te doen. Dankjewel. Ja. Ik hoop dat veel jongeren aan de slag gaan. Ik hoop het ook. En een goede reis terug. En ik zie je graag een keer terug in de Drechtstede. Zeker. Hey, tot ziens. Dankjewel hè. Hoi. Hoi.